Dit is een magneet. Elke magneet heeft een noord- en een zuidpool. Onze ogen kunnen niet de noord- en de zuidpool herkennen. Een magneet met de noordpool omhoog ziet er hetzelfde uit als een magneet met de noordpool omlaag. Maar is dat echt wel zo? Hier, bij het Radboud Universiteit in Nijmegen, kunnen we zien dat we polen van een magneet wel zichtbaar kunnen maken. Om het te snappen, praten we eerst over magnetisme van licht. Iedereen weet wat een golf is. In de natuurkunde zeggen we dat een golf een voortplanting is van trillingen. Licht is een elektromagnetische golf. Een elektromagnetische golf is een voortplanting van trillingen van elektrische en magnetische velden. Neem een lichtstraal en kijk wat voortplanting van trillingen van magnetische veld betekent in dit geval. Een lichtstraal kan je zien als een magneet die vliegt met de snelheid van het licht en daarbij voortdurend de polen van de richting verandert. In het geval van zichtbaar licht trilt het magnetisch veld zo snel dat het 1000 biljoen trillingen per seconde maakt. Er zijn materialen die alleen licht met een bepaalde focusrichting van magnetisch veld van licht doorlaten. Zo'n materiaal noemen wij een polarisatiefilter. We pakken een tweede filter. Nu moet het licht door beide filters heen. Stel dat het eerste filter alleen maar licht met verticaal magnetisch veld doorlaat. Dat betekent dat al het andere licht niet door het filter komt. We kunnen het tweede filter ook zo draaien dat alleen licht met verticaal magnetisch veld doorgelaten wordt. Zo krijgen wij na het tweede filter evenveel licht als na het eerste filter. We kunnen het tweede filter ook zo draaien dat het alleen licht met horizontale voorkeursrichting doorlaat. Maar er is helemaal geen licht met horizontale polarisatie meer. Dit was door het eerste filter tegenhouden. Daardoor wordt het naar het tweede filter donker. Michael Faraday, een natuurkundige, deed in de 19e eeuw een experiment met twee polarisatiefilters en ontdekte dat magneten licht kunnen beïnvloeden. Alle magneten verdraaien de voorkeursrichting van het magnetisch veld van licht. Als het licht door de magneet beweegt, van de noord naar de zuidpool, dan draait de voorkeursrichting van het magnetisch veld een kant op. Gaat licht van zuidpool naar noordpool, dan draait de voorkeursrichting een andere kant op. Licht kan dus het magnetisch veld van magneten voelen. Leuk! Kunnen wij nu met onze ogen de polen van de magneet zien? Ja, het Faraday-effect kunnen wij gebruiken om de polen van de magneet te zien en daarmee magnetische materialen beter snappen. We kunnen bijvoorbeeld zien dat grote magneten uit kleine magneetjes bestaan. Deze heten magnetische gebieden, ook wel domeinen genoemd. Deze magnetische domeinen kunnen we met behulp van het Faraday-effect zien. We nemen een lamp en een microscoop om de afbeelding van de magneet te vergroten. We zetten een magneet tussen twee polarisatiefilters. Elk domein werkt als een magneetje en draait de polarisatie. Een domein met de noordpool omhoog draait de voorkeursrichting met de klok mee. Een domein met de noordpool omlaag draait tegen de klok in. Wij draaien de twee filters zo dat één van deze domeinen zorgt dat er geen licht door het filter heen komt. In de microscoop zien we twee domeinen. De magneten met noordpool omhoog zien we als lichte gebieden en met de noordpool omlaag als donkere gebieden. De richting van de domeinen kunnen we met behulp van een andere magneet veranderen. We hebben ontdekt dat een hele sterke en korte lichtflits werkt als een magneet en daardoor de magnetische domeinen wel veranderen. Hoe het precies werkt, snappen we nog niet. Maar we vinden het hartstikke leuk om verder te onderzoeken. Want al nu zien wij dat met behulp van magnetisme van licht kunnen we informatie opslaan 50 keer sneller dan de huidige harde schijf. En we gebruiken daarvoor 5 miljoen keer minder energie.